Koen Persoons, er zijn leukere manieren om het seizoen te openen. Ja, dat is correct, maar ik denk dat we het enkel alleen aan onszelf te danken hebben. Hoe dat we vandaag aan de wedstrijd begonnen zijn, zeker het eerste half uur, ja, dat zou niet mogen. Ja, vertel eens, hoe komt dat dan? Want de voorbereiding die was best goed te noemen. Ja, maar een goede voorbereiding betekent niet per se dat je een goede eerste wedstrijd speelt. Of omgekeerd is dat ook niet zo. Maar hoe dat komt, weet ik niet. Maar we waren gewoon niet klaar. Niet een bal bezit, niet een bal verlies. En dat is spijtig en jammer, maar het zou helemaal niet mogen. Wat moet er dan precies veranderen volgens jou? Ja, we moeten gewoon vanaf de eerste minuut klaar zijn. Ik denk dat we nu in de eerste minuut al een kans tegen krijgen. Dan 10 minuten later krijgen we op een corner, op een stilstaande fase. Waar iedereen weet wat hij moet doen. Gaan er dingen fout waardoor we een doelpunt tegen krijgen. Dan beginnen we heel, heel gemakkelijke ballen te verliezen en maakt het onszelf gewoon moeilijk. Waren we zelf... Het is niet dat we de duels niet wonnen, we waren gewoon niet in de duels. Ja. Zo maakt het eigenlijk echt heel moeilijk. Dus zeer ontgoocheld, maar eigenlijk alleen maar in onszelf. Ja, het positieve, als we dat zo mogen noemen, is dat er nog 29 wedstrijden volgen. Gaat het blijven hangen, denk je? Maar dit blijft sowieso, want je werkt 6 weken naar deze wedstrijd naartoe. Je denkt dat je klaar bent. En dan uiteindelijk fluit een arbiter de wedstrijd op gang en zijn we niet klaar. Daar gaan we reden moeten voor zoeken. Is dat eenmalig? Zijn dat zenuwen? Zijn dat stress om die eerste competitiewedstrijd? Dat kan allemaal, maar we moeten gewoon zien, dit analyseren en zien dat we de volgende wedstrijd toch met een andere mentaliteit, op een andere manier aan de aftrap komen. Ja, want de volgende wedstrijden, dat zijn Kortrijk en Eupen. En dat zijn wedstrijden die eigenlijk in ons voordeel moeten pleiten. Ja, ik denk dat de volgende 5 wedstrijden, dat wedstrijden zijn waarin dat we toch een goed aantal punten zouden moeten pakken. Maar dan moet het echt anders dan vandaag. En dan gaan we meer lef moeten tonen aan de bal. Dan gaan we moeten durven voetballen. En gaan we zonder bal, gaan we in duel moeten komen. Gaan we duels moeten winnen. Ja, alles zal anders moeten zijn dan zeker het eerste half uur vandaag. We hebben ons proberen herpakken, maar niet op de manier waarop je zegt van we konden die wedstrijd terug in handen pakken. Zelf tegen 10 man was het allemaal duidelijk niet goed genoeg. Dankjewel Koen Persoons voor je